Den Bosch staat de komende 4 dagen weer in het teken van de paardensport. In de Brabanthallen vindt voor de 41ste keer Indoor Brabant plaats. De deelnemers aan de kampioenschappen springen en dressuur waren vandaag al druk aan het trainen. Zaterdagmiddag vindt de finale van het wereldkampioenschap dressuur plaats. Dat wordt heel spannend, want we weten allemaal dat we op de vooravond van de Olympische Spelen staan. En alle topruiters zijn hier en ze willen eigenlijk hier winnen. Om vast een visitekaartje af te geven voor wat er uiteindelijk in Hongkong, want de paarden gaan naar Hongkong en niet naar Beijing. Dus om daar zeker vooraan te staan. Ook voor de ruiters is het interessant om in Den Bosch op te komen draven. Maar een wereldbekerfinale in Den Bosch is altijd iets speciaals. We hebben een geweldig publiek hier. En het zijn echte paardenmensen, dus de top van de dressuurruiters komt graag naar Den Bosch om hier een wereldbekerfinale te rijden. Kunt u een paar namen noemen? Nou, het belangrijkste zijn natuurlijk toch Ankie van Grunsven. Want dat is onze echt maar plaatselijke favoriet. Maar Imke Schellekes-Bartels is ook geweldig op weg om mee in de medailles te rijden. En de grote rivaal is natuurlijk Isabel Weertes, een Duitse, die ook altijd in Den Bosch is. En zij zal zeker proberen om Ankie eraf te rijden als ze de kans krijgt. Een van de Nederlandse deelnemers aan de Grand Prix CDI, de zwaarste klassieke proef, is Alex van Silhout. Met zijn paard Luxforms Nimbly staat hij 28ste op de wereldranglijst. Ik doe dit een jaar of 40 denk ik zo'n beetje. Ja, 40, 45. Het is echt helemaal uw sport? Ja. Ja, van kinds af aan eigenlijk altijd ermee bezig geweest. Ja. Wat is er zo mooi aan? Het omgaan met dieren en het je altijd nog kunnen verbeteren. Hè, als je, het mooie van dressuur is als je een paard hebt, een middelmatig paard bij wijze van spreken. En dan kun je altijd nog weer wat aan verbeteren, zodat het nog weer toch beter uit de verf komt. En dat houdt het boeiend.